Goedenavond. Goedenavond. Ik kom een hapje eten met z'n drietjes. Wat vind jij vanavond? Ik vind het later. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van Gier Gasten. Ik ben Joost. En ik ben Martijn. En wij gaan vandaag uit eten, want wij zijn jarig. Woe, shit, ik ben mijn blazertje kwijt. Maar... maar zijn we eigenlijk al jarig, Joost? Nee, we zijn eigenlijk helemaal niet jarig. Maar we gaan net doen alsof, want in sommige restaurants in Nederland is een speciale actie wanneer je jarig bent, dan kan je helemaal gratis eten. Op toon van een legitimatiebewijs. Dus dat hebben wij geprobeerd na te maken. Het is mij niet helemaal gelukt. De kleuren komen niet helemaal overheen. Nee, en mijn Photoshop skills zijn echt next level. Dus mij is het natuurlijk wel goed gelukt. Maar hoe is het jouw geluk, Niels? Nou, gasten, ik heb dus een klein probleempje. Ik heb nog helemaal geen rijbewijs op mijn 25-jarige leeftijd. Dus dat betekent dat ik ook geen rijbewijs na kan maken. En een paspoort is al helemaal onmogelijk om na te maken. Dus dat betekent dat ik nu lekker bij Joost thuis op de bank lig. En hopelijk kan ik nog wat chips of droog brood vinden. En dan vraag je natuurlijk af, waarom staat Martijn hier dan nog? Omdat ik niet zo vuile afhaker ben als jou, Niels. Want ik ga het gewoon wel proberen, maar dan met een foto. Want die foto is wel gelukt. Het is alleen niet gelukt om hem goed op te plakken op mijn idee. Maar ik ben dus gewoon mijn portemonnee vergeten. Ik heb nog wel de foto van mijn rijbewijs en ik ga het op die tour gooien. Ja, ik heb honger. Ik zou zeggen, laten we gaan. Ga je mee, Niels? Nee, oh. Doei! Niet? Oh. Hey Joost. Nou, we zijn er. Succes met je lulverhaal. Jij gaat eerst? Ik ga eerst. Ja. Cool. Hey, ik zie jou zo. Ik zie je zo, papi. See you on the inside. Perfect. Yes. Oké, Marty is dus nu dus binnen. Maar de truc is gewoon eigenlijk, we hebben onze geboortedatums, onze rijbewijzen, die hebben we veranderd naar de dag van vandaag. En op die manier zijn we vandaag jarig. Dat is de trick. Goedenavond. Goedenavond. Ik kom een hapje eten met z'n drietjes. Ik ben jarig vanavond. De rest komt iets later. Oké. Okay. Gereserveerd? Nee, ik heb niet gereserveerd. Is er nog plek? Ja, geen probleem. Ben jij degene die jarig? Ja, dat is mijn verjaardag. En heb je ook een legitimatiebewijs bij? Ja, dat is een beetje kut. Mijn portemonnee is drie keer gestolen. Ik heb wel nog ergens een foto van mijn rijbewijs. Ik weet niet of dat ook werkt. Oké. Ja, dat is prima. Kan jij hem heel veel naast de tafel begeleiden? Kijk wat Joost allemaal in zijn keuken heeft. Die shit. Boom, gevonden. Banaantje. Oh, mijn lievelingsmosterd. Dus ga maar nu. Ja, ik ga naar binnen, ja? Yo. Hoi, en ander meisje van mij is hier ook. En ik kom ook twee jongens aan. Ja, eentje. Jongen vond haar. Dankjewel. Yo! Check dit even. Hier staat letterlijk 0 euro, 1 keer jarige. Oké, dus toen ik binnenkwam was mijn verhaal van ja, ik ben jarig. Mijn rest van mijn vrienden die komen nog. Ja, en toen ik binnenkwam zei ik van, er was een jonge, blonde jongen, ik was jarig. Ja, ik ben zijn beste vriend. Dat heb je gezegd? Ja, ja. En ik ben ook jarig. En de andere twee vrienden van ons komen dan. Die natuurlijk nooit meer komen. Oké, okay. Maar dus ze geloven dat we allebei jarig zijn. Ze geloven. Maar ze gaan eerst even lekker gaan eten. Dus top. Laten we even lekker eten en dan gaan we Niels even kijken hoe hij ze de avond doorbrengt. Yep. Zo, ik heb de chipszak al opengeslagen. Als het goed is, gaan ze me zo meteen bellen, want ik heb een appje gekregen dat ze is gelukt. Het concept van dit restaurant is dat alles wat je hier ziet, kun je gratis pakken als je eenmaal binnen bent. Dus het is echt gewoon één groot vreedfestijn hier met allemaal granalen hier zo. En Niels zit lekker thuis met chips. Dag Niels. Lekker pik. Ik denk dat ik ook een paar oestertjes meeneem voor de eerste ronde. Zijn deze ook? Het zijn dichte oesters. Hey, maar oesters, ouwe, ik heb dat nog nooit gegeten. Je moet het een beetje loswikkelen. Ja. Om een beetje zoals te doen. Zoals dit. Yes. Maar niet met je vork, je moet toch wel echt uitdrinken, soort van. Ja, dat wel het idee. Niet? Echt niet? Nee, ik vind het niet wel lekker. Laten wij even gaan kijken hoe het met Nelis gaat. Ja, laten we even bellen met de iPad. Yes. Ja. Boom. Hallo. Lekker bezig hoor. Hoe is het gelukt dan? Ja, het is gelukt. Gozer, als je eenmaal voorbij die poortjes bent, dan let niemand meer op je. Dus je hebt gewoon vrij spel hier. Oké, serieus. Maar Niels, ik moet je wel wat vertellen, ouwe. Ja. Het is echt heel erg lekker.
We hebben hier oesters, sushi. Geuzer, ik ben voor het eerst in mijn leven haring met garnalen, sushi, rauwe tonijn en oesters aan het combineren als voorgerecht. Nou, het is jullie gegund hoor. Hey, Nelis, ik vind het heel lastig om twee dingen tegelijk te doen en ik ga toch echt voor het eten kiezen, dus later! Doei, doei. Dat was dan de verjaardag van Joost en Martijn. Wel super leuk dat ik ook ben uitgenodigd. Ik ga in mijn eentje maar weer die chipszak opvreten. En gelukkig heb ik als toetje mijn banaantje. Met mosterd. Nou Joost. Ja, er wordt voor ons gezongen. Hoor je dat? Er wordt die achteraf voor ons gezongen. Maar ik heb het idee dat onze verjaardag erop zit. Ik zit bom en bom vol. Ik ook. Ik zou zeggen laten we naar buiten gaan. Want jullie staan buiten. Ik heb echt medelijden met die jongen. Voor Niels en voor jullie is gegeten. Ja. Ik zou zeggen kom we gaan. Let's go. Yes? Wat een valse legitimatie allemaal niet kan, kan doen. Ongelooflijk. Ja. Vond je dit nou een leuke video? Kijk dan ook even onze andere video's, want we hebben er echt super veel. Vergeet ik zei als we begonnen met mijn duimpje omhoog, hè, als je het weet. Maar doe even een duimpje omhoog. Ja. Like ons ook even op Facebook, Instagram en Twitter. Hashtag Griegasten wanneer de kijkers een wens hebben. Yes. En tot volgende week. Totaal niet geïnteresseerd.